Goedemiddag, we zijn hier samen met Gregory Duyck en Huuk van Dooselare. Ze gaan een slalomwedstrijd houden. Wat zijn uw verwachtingen, meneer Duyck? Goh, verwachtingen, spannende race. Moet dat uiteindelijk gaan worden gewonnen door de Dijkbloed. En wat ga je dan doen als je gewonnen hebt? Oh, ik denk, dude, een kiesje gewoon geven aan de nutie. Een kiesje geven? Ja, in een box krijgen. En het geld in? Ja, het geld in. Oké, okay, is goed. Voor glorie. Huuk van Dooselare. Vandaag tegen Gregory Duyck. Wat denk je? Wat zijn de verwachtingen? Ik ben vrij tot zeer optimistisch. Voor de overwinning. Gaat het snipt worden? Gaat het spannend worden? Of? Ik denk dat het nu al beslist is. Het is nu al beslist. Ja. En in geval van dat je zou verliezen, wat zou je dan doen? Ik ga slapen. Slapen. Even van een buitenstaander, uw reactie. Glute, check. Nee, die heeft al gedaan. Van dood, check. Nee, kom eens in naar beneden. Even van een buitenstaander, uw reactie. Wie denkt jij dat er gaat winnen? Boeit niet, strombetjes. Deurtje, wat denkt jij dat er gaat gebeuren? Volgens mij wordt een Hugo. Boeit niet, strombetjes. Voor de clubs, ja, 32-20 en daar komt Glutie hoor. Hij is zijn best gedaan. Hij is een beetje gedaan. Hij is een beetje gedaan. Met een tijd van 35 seconden en zoveel. Wat is je reactie? Hoe ga je het vieren? Ik had het al op voorhand gezegd dat de winnaar al. Je blijft bescheiden. Dat is ja, al. Ik wist al dat de naakt slecht was, dus dat verwondert mij. Oké. Okay. In orde, dan gaan we over naar Heer Duyck. Oefen de ronde van mij. Je doet 32. Wat is je reactie? Ik ben na 3 seconden achterstand. 3 seconden? Ik ben na 3 seconden, ja. Wat is je reactie? Wow, rustig, dat komt allemaal in orde. Dat is een beetje chance geweest. We wilden ervan. Ik had de zon in mijn ogen. Ik was gisteravond niet slecht geslapen. Hoog in de bergen staat een hutje. Jolari, jolari, Jeskes loos daar in dat hutje. Jolari, jolari. Met afvalkorn en bier en glühwein. Jolari, jolari. Zullen wij er goed vanaf zijn. Jolari, jolari. Oh jee, we moeten naar beneden en de piste die is rood. Oh jee, we komen naar beneden zonder scheur of stoot. Met afvalkorn naar de kloten. Jolari, jolari. Een hele grote. Jolari, jolari. Ons hutje gaat nu zeker